DNA-leden hebben vandaag tijdens de behandeling van de Milieuraamwet de regering gevraagd om het parlement te informeren over de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De dagelijkse persconferentie alleen is niet voldoende, zei ABO-parlementariër Marinus B. Hij vindt dat het parlement ook betrokken moet worden in de strijd tegen het virus. B. merkte op dat er nog steeds veel mensen op straat zijn en dat hij nog steeds terechtkomt in files, wat een indicatie is dat mensen niet thuis blijven, zoals is geadviseerd. Doe-parlementariër Karel Breeveld vroeg naar de status van de mensen die nog uit het buitenland moeten komen. Maar van dit moment wil ik gebruik maken, voorzitter, omdat er een afspraak is dat wanneer we gaan vergaderen, de regering ons updates geeft over wat ons allemaal bezighoudt. En dat is het coronavirus. Maar tegelijkertijd wil ik van de regering weten, voorzitter, wat de laatste stand van zaken is. Maar we zien een aantal dingen waar we niet tevreden mee zijn, voorzitter. We praten over een lockdown. Voorzitter, ik ga van huis uit, ik kom in files terecht. Ik kijk naar de ministeries, die bezetting. Voorzitter, wat doen we? Nu hebben we al 6 gevallen. Is het niet serieus genoeg? Maar natuurlijk, wij als parlement geven ook niet een goed voorbeeld. Want we zijn nog bezig. Zijn we nog niet op het punt bereikt om te zeggen van all hands on deck, omdat het probleem niet mag expanderen? Voorzitter, aansluitend op hetgene het geachte lid B naar voren bracht. Ik heb ook via de minister van Arbeid, de tweede vervanger, of de eerste vervanger, ook gevraagd om toch nog eens keer te kijken naar de kwestie van de mensen in Nederland. De mensen zijn een beetje wanhopig. Dus ik vraag om communicatie naar de mensen. Dat er gecommuniceerd wordt. Want als je niet communiceert met mensen, ik begrijp dat je inderdaad de mensen misschien niet allemaal hier kan onderbrengen. Weet je maar, mensen hun ziekteverzekering verloopt, hun reisverzekering. De visa-problematiek komt erbij kijken. Geldproblematiek komt erbij. En de airlines, die kunnen ze niet bereiken. U begrijpt het probleem, toch? Als je de airline niet kan bereiken en er worden automatische antwoorden gegeven en mensen kunnen niet communiceren, het zijn onze burgers. En ik denk dat we daar toch zeker aandacht aan zullen moeten besteden. Dus ik vraag dat er in ieder geval gecommuniceerd wordt. En ik moet het even hier zeggen met uw medewerking, zodat de mensen zien dat we ons werk doen hier in het parlement. Ook in de Nationale Assemblée wordt de social distance in acht genomen. Tussen de parlementariërs wordt er steeds een stoel vrijgehouden. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simon zegt dat ze het gevoel heeft dat mensen niet beseffen dat het coronavirus een serieuze bedreiging is. Ze benadrukt dat Suriname het virus niet kan tegenhouden, maar er wel alles aan kan doen om de toename van het aantal besmettingen tegen te gaan. Ik hou natuurlijk mijn afstand, want vroeger zou ik naast lid Abdul gaan zitten. Maar de leden hebben hopelijk inderdaad ook alweer de boodschap gekregen dat wat we al hadden afgesproken, we dat toch wel gaan vragen dat we het ook in het parlement ook toepassen, die afstand, minstens één stoel tussen de leden. Ik zie dat dat vandaag is gedaan. We maken alle zaken hier schoon, dat heeft u de vorige keer ook gezien. Dat is even voor het parlement. Naarmate de situatie gaat, moeten wij ook ons werk hier aanpassen. Laat me dit zeggen, in het weekend heb ik als voorzitter de autoriteiten die hierover gaan ook gesproken. Ik heb zowel medisch als het team van de regering gesproken, omdat ik als parlementsvoorzitter dat natuurlijk moet doen. En inderdaad in de planning heb dat wij als fracties, als parlement ook zitten om de zaken aan te horen. Hoe verder, hoe staat het? We hebben al niet veel middelen, maar ik denk dat veel mensen de ramp die corona is, die COVID-19 is, onderschatten. Het is een ramp economisch in elk geval. En als je niet uitkijkt, is het ook humanitaire ramp. Wat we zien in heel rijke landen zelf, dat mensen niet voldoende voorzieningen hebben, niet voldoende middelen hebben. En dat is niet toevallig, want wanneer je die piek laat komen, ook al heb je nog zo'n geweldig zorgsysteem, als er te veel mensen tegelijk ziek worden, dan wordt jouw systeem overspoeld. Vandaar dat Suriname zo vroeg is begonnen. En dat is natuurlijk een goede zaak. Maar ik merk dat er mensen zijn die eigenlijk verwachten of hadden verwacht
dat als we zo vroeg waren begonnen, dat we maar één geval zouden houden. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons vandaag in het parlement. Ze vindt dat het parlement ook moet worden betrokken in de strijd tegen het coronavirus.